Jan van Ruusbroek verwierf al tijdens zijn leven grote faam als mystiek auteur en leraar. Hij stond in hoog aanzien bij de mensen die hem van nabij kenden. Gedurende zijn jaren als kapelaan in Brussel had hij een kring van bewonderaars om zich heen. Ook nadat hij zich met enkele vrienden had afgezonderd in het Zoniewoud, verhinderde de eenzaamheid van het kloosterbestaan niet dat hij een mystiek leraar bleef voor een steeds grotere kring van bewonderaars. Nog nadrukkelijker dan tevoren onderwees hij nu via zijn geschriften. Vermoedelijk werd zijn aanzien nog groter doordat zijn leven en leer nu volledig met elkaar samenvielen. Maar het bleef niet bij roem in eigen kring en in de onmiddellijke Brabantse omgeving. Nog tijdens Ruusbroeks leven vond zijn werk ook verspreiding in mystieke milieus in andere regio's. Vooral in de noordelijke Nederlanden en het Duitse gebied. Het is bekend dat Ruusbroek zijn bruiloft al in 1350 naar Straatsburg had gestuurd. De mysticus Johannes Tauler was in die regio actief en het vermoeden bestaat dat hij in contact was met Ruusbroek en hem zelfs in Groenendaal bezocht. De omzetting van Middel-Nederlands naar Middel-Duits was relatief gemakkelijk en de tekst vond een brede verspreiding in de mystieke kringen in Zuid-Duitsland. Het werk van Ruusbroek vormde voor hen een bron van inspiratie en de tekst werd dan ook zeer welwillend ontvangen. Daarnaast werd het belangrijkste werk van Ruusbroek, de geestelijke bruiloft, ook al snel in het Latijn vertaald. De monniken van een abdij in West-Vlaanderen hadden gevraagd om een vertaling in het Latijn. Ze beweerden dat die voor hen gemakkelijker te lezen zou zijn dan Ruusbroeks tekst in het Brabants. De echte reden was waarschijnlijk dat de status van het Latijn veel hoger was en dat de elitaire monniken hun neus ophaalden voor een tekst in de volkstaal. Welke reden de West-Vlaamse monniken ook hadden voor hun verzoek, het zorgde er in elk geval voor dat Ruusbroeks geestelijke bruiloft de grenzen van het Nederlandse taalgebied kon passeren en een internationaal succes kon worden. Tegenwoordig biedt het Engels de toegang tot internationaal succes. In de late middeleeuwen was de dominantie van het Latijn nog veel groter. Het was immers de taal die de culturele elites in West-Europa met elkaar deelden. Het opmerkelijke verzoek van de West-Vlaamse monniken vormde de aanzet tot de belangrijkste vroege vertaling van Ruusbroek en daarmee van diens entree in het internationale discours. Ruusbroeks medebroeder, Willem Jordaens, had kort na 1350 de taak op zich genomen om de geestelijke bruiloft in het Latijn te vertalen. Jordaens was een virtuoos in het Latijn, waarvan hij alle stijlmiddelen beheerste. Ruusbroeks tekst kreeg in zijn vertaling een heel ander aanzicht. Het robuuste Nederlands van Ruusbroek werd ingewisseld voor een bloemrijk en bijna frivool Latijn. In die gedaante kon Ruusbroeks tekst inderdaad toegang krijgen tot de wereld van de culturele en spirituele elite van de landen ten zuiden van Brabant. Maar de fijnzinnige elegantie van Jordaens vertaling zorgde ook voor problemen. Zo werd Jordaens vertaling in de Germaanse landen, waaronder de noordelijke Nederlanden, niet gewaardeerd. De nuchtere Noord-Nederlander Geert Grote, die een behoedzaam bewonderaar was van Ruusbroek,
besloot om zelf een nieuwe vertaling van de bruiloft te maken. Zijn vertaling was letterlijk en ontbeerde elke literaire opsmuk. Maar het was wel zijn vertaling die in de Germaanse landen ingang vond. Het tweede probleem met Jordaans vertaling ontstond doordat Ruusbroeks werk nu plotseling ook gelezen kon worden in de wereld van de universitaire theologie. En daar vond het een heel ander publiek dan waarvoor Ruusbroek het bedoeld had. Ongeveer 10 jaar na zijn dood kreeg de beroemde theoloog Johannes Gerson Ruusbroeks tekst in het Latijn onder ogen. Gerson was rector van de universiteit in Parijs en hij zou het werk in het Middel-Nederlands zeker niet hebben gelezen. Klaarblijkelijk ergerde het hem dat de ongestudeerde Ruusbroek het waagde zich over onderwerpen uit te laten waar, naar zijn mening, alleen zeer geleerde theologen over mochten spreken. In 2 brieven, die wijde verspreiding vonden, uitte hij heftige kritiek op Ruusbroeks Latijnse bruiloft. Hij meende dat dit werk aanleiding kon geven tot ketterse opvattingen en het zou daarom niet langer gelezen moeten worden. Het oordeel van de gezaghebbende Gerson maakte diepe indruk en lijkt er inderdaad voor te hebben gezorgd dat de verspreiding van Ruusbroeks werk voor bijna een eeuw stil lag. In de 16e eeuw, na de opkomst van de Reformatie, werd het werk van Ruusbroek herontdekt. De Keulse monnik Laurentius Surius vertaalde voor het eerst Ruusbroeks oeuvre in zijn geheel. Die monumentale editie werd in 1552 gedrukt. En zo vond de 14e eeuwse mysticus in de 16e eeuw een nieuw West-Europees publiek. Surius' vertaling vormde bovendien de basis voor integrale 17e eeuwse vertalingen in het Duits en het Spaans en voor deelvertalingen in het Italiaans. In de 17e en de 18e eeuw ontstond er verrassenderwijs belangstelling voor Ruusbroek in protestantse kringen, vooral in het Duitse taalgebied. Fast forward naar de moderne tijd. In de laatste decennia is het volledige werk van Ruusbroek opnieuw uitgegeven met een Engelse vertaling ernaast. En daarmee zijn de traktaten van de Brabantse mysticus opnieuw beschikbaar voor een groot publiek. Dat betekent vooral dat Ruusbroek nu overal ter wereld kan worden gelezen. Daarnaast verdient het nog vermelding dat Ruusbroeks hoofdwerk, de geestelijke bruiloft, nu ook in het Chinees en het Koreaans voorhanden is. Vanuit de beslotenheid van een kloostercel heeft Ruusbroek tenslotte globale erkenning bereikt. Hij is, na Anne Frank, de Nederlandstalige auteur die in de meeste talen is vertaald.